Na de vele verzoeken hebben we vandaag de nieuwe Revit Homer 2 leren urban jas bij ons. Blijf zeker kijken om meer te weten te komen over deze nieuwe Revit Jas. De Revit Roamer 2 is de opvolger van de Revit Roamer die een klassieke ledere uitstraling biedt met moderne veiligheidsfuncties. Dit is ook het geval voor de Romer 2 en het nieuwe is dat hij PREN 17092 gecertificeerd is, wat een nieuwe, strengere veiligheidscertificering is voor motoruitrustingen. De jas is geschikt als een 3 seizoen waardoor deze geschikt is voor de lente, zomer en herfst, dankzij zijn bijgeleverde thermische voering en goede ventilatie. Als we de Roamer 2 bekijken is het een mix tussen Revit Sherwood en de Revit Huntington met een meer urban uitstraling. De jas begint bij een adviesprijs van ongeveer 400 euro, waardoor hij zal concurreren met de Dainese Mike 2 en de Dainese HF2 en de Klimsticker jassen. Vergeet je allereerst zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste motorhelmen en kleding. Abonneren kan je simpel door op de rode abonneerknop te drukken en je kan ook altijd een notificatiebel aantikken om niets te missen. De Roamer 2 bestaat volledig uit leer, wat een zeer sluitvast materiaal is, maar om de sluitvastheid te verbeteren zijn er extra lagen toegevoegd op de delen met een hoge kans op impact, zoals de schouders en ellebogen. Verder is de SPR e 1 klasse AA gecertificeerd, en de nieuwe certificering beschikt over een klasse A, klasse AA en AAA, waarbij AAA het meest sluitvast is. Qua bescherming wordt de jas geleverd met Seasmart C C-Level 1 beschermers in de schouders en ellebogen. Dit is een verandering tegenover zijn voorganger die over Knox Flexiform beschermers beschikte. De beschermers zijn flexibel en hebben een licht gewicht dat bijdraagt aan het comfort. Als je echter de veiligheid naar een hoger niveau wilt tillen is de Rome voorbereid op Refuge of C-Level 2 rugbeschermer die apart moet worden aangekocht. Als laatste hebben we het comfort. Allereerst beschikt hij over een flink aantal perforaties op de borst en langs de binnenzijde van de armen, wat zorgt voor een goede ventilatie. Langs de buitenzijde bevinden er zich langs tweede zijde van de jas twee opbergzakken die je kan sluiten met een ritsluiting. En om het aantrekken van de jas te vergemakkelijken, bevinden er zich ook twee ritsluitingen op de mouwen. Om de jas te openen, hebben we eerst een kraagsluiting met daaronder een ritsluiting. Als we de jas dan openen, kunnen we de uitneembare thermische voering bekijken, waardoor de jas geschikt is voor zowel de koude als de warme maanden. Als de Revit Roamer 2 iets voor jou is, neem dan zeker een kijkje in onze webshop champinhalmets.com voor de laagste prijsgarantie en mooie kortingen in de productbundels. Zo hebben we bundels beschikbaar met een bijpassende broek. Als je nog verdere vragen of hulp bij je bestelling nodig hebt, dan zitten mijn collega's voor je klaar in onze live chat. Over het algemeen is de Romer 2 een urban jas, maar ondanks zijn retro uitstaling biedt hij je moderne slijtvastheid dankzij zijn hoogwaardige rundleer en klasse AA bescherming. Laat ons weten in de comments wat jij van deze urban jas vindt en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal waar je meer soortgelijke video's kan bekijken, maar ook vele tests waar we als enigste ons vak de feiten tonen in plaats van allerlei nietszeggende meningen. Ik ben Joni van Champion Helmets en tot de volgende keer!